Hij snowboard Fitcast issue nummer 13. Ben jij al klaar voor deze winter? Nieuw snowboardje, nieuwe schoenen, nieuwe spulletjes. Het laatste waar je misschien aan denkt is een videocamera. Ik was zelf op zoek naar een klein handzaam cameraatje, omdat ik niet altijd mijn grote camera mee wil nemen. En ik kwam uiteindelijk uit bij de Sanyo Xanti VPC CA65. Je gaat straks natuurlijk lekker naar de sneeuw en je wil je vrienden graag laten zien wat voor coole acties jij er allemaal uitgehaald hebt. Dit is de perfecte camera ervoor. 5 keer optische zoom. De camera is waterdicht en shockproof. Dus als er sneeuw op je camera komt en je stopt hem toch in je binnenzak, is er geen enkel probleem. Op een 8 gigabyte kaart kun je meer dan 5 uur filmen. Zeker genoeg voor je vakantie. Handmatige witbalans. Je kan de belichting aanpassen. En met een druk op de knop is de autofocus vast te zetten, zodat je altijd scherp beeld hebt. Als je snel wil filmen, zet je van tevoren de camera aan. Je klapt hem dicht. En op het moment dat er een actie is, doe je het klepje open en binnen 3 seconden ben je klaar om te filmen. De camera filmt in een resolutie van 640x480. Dat is natuurlijk perfect voor YouTube. Een van de coole dingen van deze camera is dat je je footage al in de camera kan editen. Je plakt de boel achter elkaar. Je koppelt hem aan een computer en in no time staan al je filmpjes op YouTube. Maar hoe ziet het er nu allemaal uit? We gaan even naar wat footage kijken. Voordelen van de camera zijn is dat hij erg klein is en hij goed in je binnenzak past. Hij is waterdicht, dus je hoeft niet bang te wezen dat als je hem met sneeuw in je zak stopt, hij het niet meer doet. Het is een videocamera, dus het is geen telefoon. Ik kan ook nog foto's meenemen. Hij is snel opgestart vanuit de sleep mode. En wat ik heel erg belangrijk vind, de camera werkt op een Mac. Nadelen zijn kleine knopjes op de achterkant, dus je moet je handschoenen uitdoen om hem te bedienen. Het batterijklepje is vrij lastig open te krijgen. En hij neemt op in een 4x3 formaat. In plaats van een 16x9. Ik heb deze camera gekocht bij bol.com. En kostte daar toen €279. Daar kon ik hem niet meer vinden. Maar als je gaat googlen, kom je hem vast en zeker ergens anders tegen. Als je meer informatie over deze camera wil, ga naar www.sanyo.nl. Oké, dat was het voor deze Fitcast. Wil je meer informatie over deze Fitcast, ga naar www.isnowboard.eu. Vragen of opmerkingen stuur je natuurlijk naar whatshot@isnowboard.eu. Aanstaande zondag zijn we in Snow Planet. Dan is het de laatste Chill on the Hill sessie. En dan gaan we wat bordjes testen. Tot over 2 weken. Mazzel!